Goedemorgen. Ik heb net samen met Nessim een video opgenomen voor zijn kanaal over studiekeuzes. Vonden wij wel een belangrijk onderwerp. Dus we hebben even snel een videootje opgenomen samen. En zijn alweer weg, want hij heeft alweer een meeting. Ik ben nu kip aan het voorbereiden. Ik ben lekker kip aan het koken. En dan ga ik het gewoon in bakjes doen voor mijn salades. Super gezond. Zo, ik heb de kip gekookt en uit elkaar geplukt. En ik heb het in bakjes gedaan. Die ga ik gebruiken voor mijn salades deze 2 dagen. En de kip is een beetje geel. Dat komt omdat ik bouillon erin heb gedaan. Ik heb er echt zin in nu. Voordat ik een salade ga maken, ga ik denk ik even snel naar de toko hier in de buurt. En ik ga die spicy noedels halen, want ik wil de challenge doen. Zo is het helemaal was. Want ik ga even een challenge doen met Nessim, de spicy noodles challenge. En die gaan we zondag opnemen, dus daar heb ik heel veel zin in. En vooral omdat ik weet dat Nessim eigenlijk totaal niet tegen pittig eten kan. Ik eigenlijk wel, dus ik ben benieuwd hoe we daarop gaan reageren. Ik denk dat Nessim sowieso helemaal doodgaat. Maar goed, ik ga die even halen. En ja, dat is het. Oké, ik ben aangekomen. Nu besef ik mij dat ik mijn mobiel ben vergeten. Dus ik kan niet mobielen parkeren. Super stom. Maar ik ga gewoon in de winkel snel. En dan ga ik snel die noedels halen. En dan ga ik snel weer weg. Ik hoop dat het goed komt dat er dan niet een controle plaatsvindt. Yay! Goed gedaan weer. Gewoon mijn mobiel vergeten. Hoe doe ik dat? Ja, ik word raar aangekeken. Maakt niet uit. Ik wil even wat zeggen, hè. Oh, mijn kop glimt weer zo erg. Weet je wat ik echt heel vervelend vind? Wat moeders soms doen. Dan lopen ze dus met hun kindje en denk je, oh wat schattig. En dan kijk je gewoon heel lief naar het kindje. En dan kijk je naar de moeder en dan kijkt ze je gewoon kapot boos aan. Ik snap gewoon niet waar het vandaan komt. Ik bedoel, waarom kijk je boos? Ik vind jouw kind gewoon schattig. Dat is echt even mijn irritatie vandaag. Want ik zag gewoon een super lief kindje. En ik glimlachte naar het kindje van, oh super lief. Toen keek ik naar de moeder zo. Die keek echt gewoon verwaand. Gewoon. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik vind echt dat vrouwen echt wat liever mogen zijn tegen elkaar. Maar goed, ik ga snel even naar de Aziatische supermarkt. Dan ga ik snel noedels pakken. En dan hoop ik dat er geen controle plaatsvindt. Anders ben ik echt de lul. Dus dat ga ik nu doen. Jongens, ik heb het gewoon op de oude manier gedaan. Zo jongens, ik heb ze gewoon gevonden. Ik heb er ook een grote verpakking van. En ik ga ook even, hij focust niet, trassie halen. Is geslaagd. Hey, deze noedels zijn wel echt vet groot hoor. Het zijn niet de normale. Ik ga nu even snel tanken, want ik sta al heel lang in een reserve tank. Ik ben bang dat mijn auto dadelijk uitvalt ofzo. En nu ik mijn mobiel niet bij me heb, is het helemaal niet handig. Dus ik ga maar even snel tanken. Dus even opruimen. Ik heb nog allemaal vieze vaat hier. Dus ik ga het allemaal even inpakken. Ik wil ook nog wel salade maken. Dit komt er in mijn salade. Een salademix, platte peterselie, radijsmix, die is echt super lekker, komkommer, tomaat en kip met, ja dit is geen citroen, hoe heet het ook weer? Limoen. Ik warm de kip nog wel eventjes op met een klein beetje olijfolie. Zo, ik heb alles hierheen gedaan, ik ga het zo mixen, doe ik nog peper bij, een beetje zout en olijfolie en limoen. En dit is het eindresultaat. Ziet er echt super lekker uit. En ik heb over de kip nog een beetje peper gedaan. Er zit al een bouillon erin, dus ik hoef er geen zout te voegen. En ik heb hier yoghurt slasaus. Oké, ik heb lekker gegeten. Ik ga nu... Hey jongens, ik glim de laatste tijd echt zo erg. En het is gewoon zo, na de operatie heb ik opeens een heel vette huid. En ik kan er niks aan doen. Poeder helpt niet, niks helpt gewoon. Dus ik moet gewoon even afwachten, want ik heb een andere meisje gesproken en ze zei het vanzelf overgaat. Dus dat verklaart mijn vettige gezicht. Ik ga nu bezig met mijn administratie. En daarna ga ik een soort van ondernemingsplan maken voor mij en Nessie. Want wij zijn bezig met leuke dingen. En we willen naast social media ook lekker ondernemend zijn. En aangezien Nessie best wel weinig tijd heeft, zal ik daar voornamelijk mee bezig zijn. Dus dat een beetje vaag, maar goed. Ik ga daar even nu mee starten. Ik ga even mijn planner pakken. Ik ga mijn laptop pakken. Ga ik even een uurtje gewoon lekker brainstormen. Dat ga ik nu doen. Ik zit echt vol, hè, door de salade. Ik ben niet eens opgegeten. Ik zit echt gelijk vol. Ik heb het gevoel alsof mijn maag ook zeg maar echt kleiner is geworden. Dat is echt na een week al zo. Als je een week gezond eet, je kan echt niet meer een volle bord met spaghetti eten of zo. Terwijl ik eerst 2 kan eten. Maar goed, dat gaat echt heel snel. Ik ga nu lekker bezig en daarna ga ik even mijn make-up eraf halen.
En me klaarmaken voor bed. Jongens, ik ben vandaag gewoon voor de tweede keer live gewoon. Ik ga nu even mijn maatje bellen. Saranda. Het is nu tijd om mijn gezicht te reinigen. Ik heb nu trouwens nepwimpers op, die ga ik niet afhalen. Ik ga even mijn huid reinigen. En voor de rest als wel... Shit! Eraf halen. Jeetje. Oké, jongens, ik heb al mijn make-up eraf gehaald. Is het nu ook echt heel erg duidelijk dat mijn huid eigenlijk heel erg... Ja, heel erg. Ik weet niet wat er met mijn huid is gebeurd. Het ziet er niet meer zo goed uit als eerst in ieder geval. Ik heb gewoon na de operatie heb ik een super vettige huid. Ik heb last van puistjes. Het wordt wel steeds minder, dus ik zie er wel verbetering in. En ja, daar ben ik wel blij mee, maar het is zo anders dan eerst. Lekker mijn huid schoongemaakt en alle make-up eraf gehaald. Ik had vanmorgen van die individuele nepwimpers erop geplakt. Dus die wil ik er niet afhalen, want het duurt best wel lang zeg maar om het erop te doen. Dus ik dacht, die doe ik ook vanmorgen erop, dus die heb ik er niet afgehaald. Ik ga nu even lekker koffie zetten. En Resin komt zo thuis, gelukkig. En gaan we ook even op de bank even een filmpje kijken of een serietje of zo. En dan gaan we lekker naar bed. Dus ik heb me eigenlijk al een beetje klaargemaakt voor bed. Lekker mijn lichaam. Lichaam even gesmeerd met body lotion. Trouwens, ik heb een vraag aan jullie. Wie van jullie doet ook altijd voor het slapen gaan body lotion op, deo en parfum? Dat doe ik altijd. Ik doe gewoon voor het slapen gaan, smeer ik mijn hele lichaam in. Ik doe zelfs deodorant erop. Ik weet eigenlijk niet eens waarom. En ik spuit ook altijd parfum op. Ik doe trouwens geen dure parfums. Ik heb van die parfums uit Turkije. En die heb ik altijd in mijn nachtkastje. En die doe ik dan gewoon op voor ik ga slapen. Ik doe ook nooit van die heel sterke geuren op hoor. Voor het slapen gaan. Ik doe echt van die heel zachte poedergeurtjes. Zoals die van Elisabeth of zo. Die vind ik echt super. Ik weet niet. Ik vind het heel fijn. Dat je echt zo lekker gaat douchen. En een body lotion. Een parfumpje op. En lekker in je bed heel schoon. Ik vind het fijn. Maar jongens, ik ga nu even lekker koffie drinken. Ik ga een serietje kijken. Mijn man komt zo thuis. En dan gaan we even genieten nog van onze avond. Zien we de volgende vlog. Doei doeg. Mwah.